Leerkrachten aangesloten bij de BVL en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS, zullen morgenmiddag een stille mars houden in de binnenstad. Dit besluit is vandaag kenbaar gemaakt tijdens een spoedvergadering van de Raad van Vakcentrales in Suriname. Rafaxuur ondersteund door de onderwijsbonden. De mars wordt in het kader van World Teachers Day gehouden. Volgens Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de ALS, is een grote groep leerkrachten ontevreden over de wijze waarop zij wordt behandeld door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De onderwijzers willen via deze protestmars samen met de gemeenschap een krachtige boodschap sturen naar de overheid. Met name het ontslag van enkele leerkrachten die hebben geparticipeerd aan de protestacties van de onderwijsbonden keurt Valies af. Hij benadrukt dat het niet goed gaat in het onderwijs. Dus we voelen die katibo. En we gaan die katibo niet accepteren. Daarom gaan we die mars houden morgen. En in dit kader roepen we alle leerkrachten, niet alleen alle leerkrachten, alle ouders, alle studenten op. Want als we deze werkers, die leerkrachten die u en mijn kind moeten onderwijzen, opvoeden tot een goede burger van dit land, dan begrijpt u dat we in een gevarenzone terecht zijn gekomen. En daar moet nu een eind aan komen. Men moet die leerkrachten, men moet hun handen afblijven van de leerkrachten. Het moet een keertje ophouden. En als het niet ophoudt, dan gaan we het streek leveren, ja. We gaan dit niet verder accepteren. Valies stelt verder dat de regering bewust de onderwijsgevenden muilkorft. Hij noemt dit pure rancune. De onderwijsbonden krijgen ondersteuning van onder andere C47 en de PWO. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, benadrukt dat onderwijsminister Robert Peneu buiten zijn boekje gaat. De tuchtmaatregelen die worden toegepast op sommige leerkrachten zijn volgens hem heel verregaand. Die maatregelen nogmaals zijn van invloed op ons totale werknemersbestand. Ja. En dat hebben we bedoeld wanneer we zeggen dat meneer Peneu poe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 p
Het is gewoon een Surinaams spreekwoord. En daarmee geven we aan dat die meneer in principe zijn boekje te buiten is gegaan. C47 voorzitter Robbie Berenstein. Hij sprak vandaag tijdens een spoedvergadering van Rafaxuur en de onderwijsbonden BVL en ALS. De vakorganisaties willen graag een andere houding van onderwijsminister Robert Peneu. Zij zullen daarom in het kader van World Teachers Day morgen een stille mars houden in de binnenstad.